Het Helen Dowling Instituut is een kleinschalige GGZ-instelling die psychologische zorg bij kanker biedt aan mensen met kanker en hun naasten. De vraag die wij jullie ook hebben gesteld heeft te maken met de inrichting van ons werkproces. Hoe doen we dat? Omdat we daar in de loop van de tijd natuurlijk zelf een heel systeem in hebben gebouwd. En daar kunnen dingen slimmer in. En daar hebben we andere deskundigen nodig die de zorg wel kennen, maar die hun eigen invalshoek hebben, die daarin met ons mee kunnen denken. In mijn huidige baan is dit nu alweer het derde project wat ik met P5Com doe. De eerste ging over de productiviteit van medewerkers. En nadat zij een scan hadden gemaakt, ging de productiviteit vanzelf omhoog, hoefde er helemaal geen project meer te volgen. Het tweede project ging over de voorkant van onze organisatie om die efficiënter te maken. En eigenlijk is dat precies hetzelfde verhaal. Iedereen kwam in beweging nadat we de scan hadden gepresenteerd. En nu in het derde project zijn we met hun bezig om te kijken of we de wachttijd van onze cliënten kunnen verkorten. Dat is wat ingewikkelder. Maar ook interessant, de wachttijd verkorten moet je niet aan de voorkant doen, maar ook weer in het proces, in je organisatie, zowel de logistiek als de behandelinhoudelijke. En wat P5Com doet, is dat jullie heel erg afstemmen en in gesprek gaan met ons. En kijken van ja, wat is nou voor jullie organisatie iets wat zou kunnen werken? En wat fijn daaraan is, is dat P5Com doet wat ze belooft en ze levert. En dat is niet bij elk bureau zo en bij P5Com wel. Ja, en daarin kan je zeggen van leveren jullie maatwerk voor ons. En daarin herkennen wij denk ik elkaar als organisaties ook, omdat we ook wij altijd proberen toch binnen alle regelgeving en structuren die er zijn, toch ook maatwerk voor onze patiënten te bieden.